Oké, tomaat. Wat moet je als eerste doen? Wassen. En snijd dan je tomaat door de helft en leg deze met de platte kant op je snijplank. Maak een kattenklauw en snijd de tomaat in plakjes. Als je mes bot is, zal je zien dat je moeilijk door het schilletje heen komt. Zorg dus altijd voor een goed scherp koksmes. Draai de tomaat weer en snij er mooie blokjes van. En een tip, in plaats van alles in losse bakjes te doen, leg de gesneden tomaat even aan de zijkant van je snijplank en je hebt ruimte voor het volgende. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.